Morgen zit het venijn in de staart vanaf de start in Antwerpen. Bijna 160 kilometer naar de finish. Die is spectaculair, dat ziet u zo. Ploegleider Thomas Dekker heeft deze twee zeer gemotiveerde coureurs ingezet. Frits Kotman als stuurman en Wil Toor is de stoker in deze pittige etappe. Ik heb Frits en Wil van begin af aan mogen meemaken. En ze waren zeer gedreven. En ze straalden echt uit dat ze ervoor wilden gaan. En toch omdat dit een van de lastigste aankomsten is, heb ik voor deze twee mannen gekozen. Dus dit is de ideale plek, een gelletje, wat te drinken, de laatste verzorging en dan zo meteen alles op die muur van Hoei. De etappe gaat door Meerzel-Kiezigem, dat is de geboorteplaats van Eddy Merckx. Daar valt niet de beslissing, die zit in het laatste deel van de etappe. De meet van de Waalse Pijl ligt traditioneel bovenop de muur van Hoei, maar de Tour finish je daar nog nooit. Vlak voor de muur, de Côte de Girave. Hier zullen de sterkste coureurs zich van tevoren gaan positioneren. Kom op, mannen. De ene laatste klim, hè. Hop. Eigenlijk is het geestelijk heel pittig, want je weet dat je naar die muur van Hoei toe moet. Dus elke klim, dan denk je, oh, val mee. We gaan weer naar beneden, weer naar boven. Maar je zit continu wel te denken aan, ja, straks moet het echt gebeuren. En daar is hij, de muur van Hoei. Stevige klim. Frits en Wil in een mooie cadans naar boven, maar houden ze dat ook vol? Nou, het laatste stuk vanaf die bocht is het toch boven de 20%. Dit is denk ik de allerzwaarste aankomst die je in het wielrennen kan vinden. Nou, mijn zin, je zit gewoon alleen maar te douwen en te roepen van kom op, we moeten het halen. Verder denk je niet. Ik heb een moment gedacht van, dit haal ik echt niet. Maar mijn maat die zei van, je haalt het wel. En toen zag ik de streep. We zijn er bijna, hè? Best dan sprint je er nog even uit, mannen. Frits Kotman is 71 en Wil Toor 61 jaar. Fantastisch. Als ik terugkom bij mijn fietsklokje. En ik moet zeggen dat ik hier zou zijn afgestapt. Ja, dat moet ik nog jaren horen. Zo gaat dat. Precies, jongen. Goed gedaan. Perfect. Ja. Gedaan, hè? Daar moet je nog sturen ook. Goed, mannen. Fantastisch dat ik er overheen ben gegaan. Ik vond het echt geweldig. Ik vond het echt kikker, vond ik het. Toen dacht ik van hier, vergrijzing. Wat vergrijzing. Terug naar een man die nooit vergrijst. Of toch, Wilfred Gené. ASR, de Nederlandse verzekeringsmaatschappij voor alle verzekeringen.